Zo, welkom. We gaan vanaf Amsterdam-Westpoort richting Waddinxveen. Net een volle oplegger aangekoppeld. Ik heb de camerapositie iets veranderd. Ik hoop dat dit wat beter is. Andere was ook niet verkeerd, maar nu zit hij iets meer naar het midden van de voorruit. En hoop ik dat ook de verkeerslichten zichtbaar zijn straks. Als we voor een verkeerslicht staan. Dat je dat ook kunt volgen. Het is vandaag 8 februari. Het is nu 7 minuten over half. Op mijn klokje hier. Kan jullie onder in beeld misschien een minuutje later zijn. Ik heb geen idee. Regenachtig, 8 graden, redelijk wat wind. En ik denk dat de kamer nog een beetje scheef staat. Of zo. Ik laat toch wel een redelijk beeld hebben. Of de hitdropper er eventjes voor, die ruiten wissen. Ja, het is niet echt weer om over naar huis te schrijven. Want het lijkt wel herfst. En volgende week geven ze weer kou op. En als het dan weer een keer gaat sneeuwen, kan ik daar misschien wel weer een ritje doen in de sneeuw. Wie zal het zeggen? De verwachte reistijd bedraagt een uur. Zoiets. En dat hangt er een beetje vanaf wat we gaan tegenkomen onderweg. Als het erg druk is, dan wel wat langer duren. En als het heel erg rustig is, misschien iets korter. Het zal niet veel korter zijn dan nu. Zo, we rijden nog steeds op de Westpoort. Daar gaan we vanaf wijken. Door deze afslag te nemen. En zo dadelijk de oprit naar de A5. Camera een beetje bijstellen nog, want je wil natuurlijk wel een leuke positie hebben om het allemaal zo leuk mogelijk in beeld te brengen en zo goed mogelijk. Waarom doe ik dit? Ja, als je eerdere video's van mij hebt gezien, dan weet je dat. Het is eigenlijk voor mezelf, dat ik als ik later uit het gesleten ben, als dat zou mogen halen, nog eens een keertje kan terugkijken wat ik vandaag dus beleefd. Er zullen dus meerdere opnames van dezelfde rit te komen. Deze zal gemarkeerd worden als 8 graden en in de regen. Met wat wind.
het zuizen wel dat het aardig waait. Ik had de Heenweg ook gefilmd. Als het goed is staat die ook online. En daar hoorde je geen zuizen. Dat klopt, want de wind mee. En nu gaan we er toch aardig tegen de wind ingooien zo. Die van naar de polderbaan gaan, die komen daar overheen.
veilige, maar eigenlijk de meest veilige manier om te reizen. Maar ja, als het fout gaat, gaat het dan goed fout. Zo meteen eraf, als ik
windmolens verderop zien dat het redelijk hard waait. Ze draaien op volle toeren. Om zijn geld te verdienen. Liever gezegd geld terug te verdienen. Als je weet wat zo'n windmolen kost. Dan die daarvoor moet draaien om het terug te verdienen. Tekens bijzetten van hoeveel zin het allemaal heeft. Maar goed, dat zal wel zin hebben, want er worden er steeds meer gebouwd. Er worden hele windmolenparken vol gebouwd. Noordzee bijvoorbeeld. Ja. Alles maar om groene stroom op te kunnen rekken. Maar goed, laten we niet over politiek gaan hebben. Gezellig houden deze rit. Nou, ik zei al in eerder het filmpje dat ik het nieuwe rijden eventjes toe wilde gaan passen in deze rit. Dat is nu al mislukt. Er komt nog veel te hard aanrijden op het verkeerslicht. Wat is nieuwe rijden? Nieuwe rijden houdt vooral in dat je dus rekening houdt met je gewicht, je snelheid. En dat je dus probeert zoveel mogelijk uit en door te rollen. Dat gaat wel tegen je gevoel in, want je wil vaak wel even wat sneller zijn. Maar vervolgens moet je dan boven op je rem gaan staan. Waardoor eigenlijk heel veel energie verloren gaat. Als je natuurlijk gas blijft geven tot het laatste moment en op het laatste moment gaat remmen. En niet uitrolt, dan is het eigenlijk zonde van de brandstof. Nou, deze is groen en ik hoop dat die groen blijft. Nou, voor hetzelfde geld springt hij nu op rood, oranje rood, dan moet ik vol in de ankers. Dat is het risico wat je neemt. Eigenlijk. Je weet het toch niet. De N207 bevinden wij ons op. Al wat gas los kunnen laten. Maar ja, als die groen is, is die groen. Maar ik had het kunnen weten, want er staat dus een bus en die hebben natuurlijk zo'n knopje in die bus zitten, waardoor hun eigenlijk altijd wel eerder mogen. Leuk is dat ik nu zie dat deze verkeerslichten gewoon gezien zijn, dus dat is wel grappig. Dus de camerapositie is al verbeterd ten opzichte van eerdere filmpjes misschien. Ik ben vandaag begonnen met het filmen. Ik heb er al een aantal gemaakt vandaag. Maar ik weet niet of ze er allemaal op komen, dus ja. Op YouTube. Nou, mijn hele werkdag te gaan zitten filmen is ook maar zonde. Dat die groen wordt dat je door kan rijden, maar dat kunnen we wel vergeten, denk ik. Ja, want links gaat eerst. Ja, prachtig.
IJmuiden rechts van ons. Er stond eerst een hele grote parking. Schiphol parking is ook hier rechts, waar ik nu langs rijd. Dat is allemaal plat gegooid, dat is allemaal weg. Een heel groot gebouw. Maar ja, we hebben onze auto wel eens geparkeerd om op vakantie te gaan. En dan rijden we met zo'n shuttlebusje heen en weer. Of Schiphol, hou je vlucht in de gaten. Ja, het werkte wel lekker eigenlijk. En die zijn ermee gestopt. Misschien nog ergens anders verder gegaan, dat weet ik niet. Maar er zijn nog wel meer van die bedrijven. Betaal je een stuk minder voor het parkeren dan je het op Schiphol zelf doet. En je wordt gewoon netjes opgehaald en weggebracht. Kijk, het nieuwe rijden lijkt dus je gas los. Dat heb ik al een tijdje los. Wil je gas gaan bijgeven, want je gaat zo langs op die rotonde af. Maar ik ben nog steeds 57. Ik nog steeds bijremmen om niet te hard over die rotonde heen te vliegen. Ja, je moet maar zo zien, alles waar je geen gas hoeft te geven. Spaar je brandstof uit. Dus, tot zover weer een wezenles. Van truckimport. Truckimport. Kan dat zo heten? Denk het wel. Thank you.
golfbaan is daar, daar rijden we straks nog langs. Ja, wat heb je er niet? Het is gewoon een stad. Tijden is het hier uiteraard ook een stuk drukker en kan je ook wel redelijk wat verkeer verwachten. Misschien dat ik vandaag in de spits ook nog wel even ga filmen. Alhoewel het is vrijdag, dus het is geen drukke spits. Maar goed, met dit weer weet je het nooit. De golfbaan, met name de daar links ook, maar door het golfgebied heen. Rechts is de afslagbaan en links is de golfbaan, Alphen aan den Rijn. Straks bij de rotonde gaan wij naar rechts. Als je naar links gaat, ga je naar Ter Aar. Je kan het al zien op het bord. Daar gaan wij niet heen. Ter Aar, Langeraar, dan kom je eigenlijk zo weer in het gebied waar wij net helemaal langs zijn gereden. Wij gaan nu naar rechts. Richting Gouda. En het is nog steeds de N207 waar wij ons op bevinden en ook op blijven.
werkzaamheden. Hier zijn ze al een poosje bezig. Het is een aparte rotonde. Je moet je als vrachtwagenchauffeur met een voertuig langer dan 12 meter de linkerbaan nemen. Dat is een gebod. Dat zie je op het bord rechts verschijnen. Verboden voertuigen langer dan 12 meter op de linkerbaan. Of op de rechterbaan, sorry. Dus wij moeten op de linkerbaan. Waarom is dat verboden? Nou ja, er is een beperkt ruimte. Ik ben er wel eens overheen gegaan, want het gaat wel. Maar dan raak je gegarandeerd een snoepbrand. Terwijl we hier een mooie opgeschuinde middenkant hebben. Opgeschuinde midden waar dan zeg maar de wielen van de oplegger makkelijk overheen kunnen. Die je eigenlijk heel makkelijk kunt redden. En dat geeft gelijk het overige verkeer aan de rechterkant de gelegenheid om mij voorbij te gaan. Dan zaten we al een tijdje een paar achter mij. Een van de dingen die je moet leren als je vrachtwagenchauffeur wordt, is om daar gewoon niets van aan te trekken wat erachter zit. Uiteraard wel in de gaten te houden, maar niets van aan te trekken. Je kunt gewoon niet sneller. En dat moet allemaal veilig blijven. Stuk ook nog een rivier is, want hij buigt hem waarschijnlijk wel af. Het zou ook wel eens het Aarkanaal kunnen zijn. Dat is wel een kanaal. Kanalen zijn gegraven en rivieren zijn natuurlijk gevormd. Wat is het verschil? Piep, even de handrem geactiveerd. Zou ook makkelijker recht kunnen rijden. Kijken of ik hier een bordje zie, maar ik zie geen bordje. Helaas. Namelijk dat dat watertje behoorlijk recht was. Als iets er heel erg recht uitziet, dan is het vaak een kanaal, een gegraven kanaal. Volgens mij komt de Gouwe namelijk weer uit in de Rijn. Dus
En dat resulteert er ook in dat heel vaak bruggen open gaan. Met name Boskoop, Marnixveen en de Koenekoopbrug. Dus ik weet er niet helemaal zeker of dat watertje wat ik net zei wat de Gouwen was, of dat wel echt de Gouwen was. Of het Aarkanaal, of misschien wel een ander watertje. Want dat zag er behoorlijk gegraven uit. Dit is in elk geval wel de Gouwen, dat weet ik zeker. Dat was een rivier. Ja goed, het staat allemaal weer met elkaar in verbinding. Er gaat tegenwoordig, wat ik net al zei, heel wat... vracht overheen. Ik zie nu al even vier schepen in 5 seconden tijd. 5 schepen. Het is druk. Jongen, jongen. We laten Alfa aan de Rijn achter ons en vervolgen onze weg richting Boskoop. Dat dit wel een stuk leuker rijden is dan zo'n saaie snelweg. Dat vind ik zelf ook. Wat meer te kijken, ik heb ook wat meer te sturen. Eigenlijk iets meer te doen. En ik ga even kijken. Hier maar vast of vast loslaten. Voor de volgende rotonde die ergens in de verte op doet. Nu heb ik wel tegenwind, dus ik ben wel wat eerder. Marcella dan. Dat heeft allemaal mee te maken. Allemaal een beetje fingerspitzen gevoel hoe je dat nieuwe rijden toepast. Maar volgens mij ga ik redelijk goed uitkomen. Ik rijd nu op 60, 59, 58, 57, ja, 150 meter moet ik een beetje afremmen. Ik rijd eigenlijk nog veel te hard. Ik had het nog eerder los kunnen laten. Deze rotonde wel aan de rechterkant pakken, want hier is ruimte zat. En is dat ook geen woord dat ik hem daar niet mag pakken. Hier mag je 60, dus hier rijd ik ook 60. Maar waarom? Nou, ik weet dat China wel eens staat te flitsen. En verderop staat er een flitskast binnen de bebouwde kom en die staat op 50, dus dan moet ik ook 50 rijden. Niks mis mee. Van de boomkwekers. Boskoop zit heel veel boomkwekers. De grond schijnt daar nogal geschikt voor te zijn. Ik heb trouwens bij Alfa aan de Rijn al een hefbrug kunnen zien. En hier in Boskoop staat ook een hefbrug. En in Marnixveen staat nog zo'n hefbrug. Dus er staan dus 3 over de Gouwen heen. Wat leuk is, er staat er in Rotterdam ook heen. Het is iets anders van vorm. Wel een helemaal hetzelfde idee, dus ietsje anders. Die bruggen die zijn helemaal aan elkaar geklonken door middel van de klinknagels. Best een bijzonder, dat is best bijzonder. Dat zie je eigenlijk niet veel. De wetse techniek die wel heel erg beproefd is.
Rotterdam heet die brug ook de Hef. Die verbindt het Noordereiland met het Stuurtjesplein. En dat was een spoorbrug. Was? Ja, was. De brug is niet meer in gebruik, die staat permanent omhoog. De spoorlijn gaat er niet meer overheen, maar dat tegenwoordig onderdoor. Van de brug de Hef is ook ooit een film gemaakt. Die heet ook De Hef, met in de hoofdrol als brugwachter Gerard Cox. Heb ik ooit eens gezien, die film. Heel mooi. Echt een Nederlandse film, al wat ouder. Ik weet niet of het nog ergens te vinden is, maar heb je de mogelijkheid om het te kunnen zien in je uit van Rotterdam en van, nou ja, weet ik veel, Nederlandse films. Zoek hem eens op. De Hef. De Hefbrug in Mannixveen is al een paar keer geteisterd door wat pech. Een paar keer een schip werd aangevaren. Dus die heeft al de hele tijd is die afgesloten geweest voor verkeer. Er moest een nieuwe wegdeel in. En dat lag er net in toen vaarde er Toevoer. Dat is nou een verleden tijd van varen. Toevoer en weer een schip tegenaan. Weer worden hersteld. In de verte kun je waarschijnlijk al zien, die brug. En al die gemeentes zijn ook trots op die brug, want het is echt een bepalend beeld voor de gemeente. Het is best een hoge brug. Een hoog gebouw eigenlijk. Een beetje zijdelingse informatie zo tijdens zo'n ritje, hè? Kan mij schelen. Geef me een bek ook maar een duim. Hier zijn ze trouwens langs die Gouden volop bezig de kaders te vernieuwen. De nieuwe damwanden worden er ingeslagen. Die zijn er hier al ingeslagen aan de rechtse kant. En dat hebben ze netjes met beton afgewerkt. Dat is heel mooi geworden. Boskoop zijn ze daar nog mee bezig. Het is heel gebeuren geweest. Dat zijn ze echt al heel lang bij zoek. Maar het was kennelijk nodig om toch versteviging te bieden. Mede ook omdat er steeds meer vrachtvaartuigen zijn die naar Alphen aan den Rijn gaan. Van de naar Alphen aan den Rijn, naar die terminal. Dat zijn er echt veel. Maar ook vaart wat zeg maar hier vandaan dan zo de Rijnmuur op gaan draaien. Maar die kaders zijn al prachtig geworden, dat is echt netjes. Wallingsveen aan de rechterkant. We gaan niet over de Hefbrug heen, want dat hoeft niet. Zou wel kunnen, over Mannixveen, maar dan moet je tegenwoordig het hele dorp door. Mannixveen is een stad, het heeft stadsrechten. Dan moet je de hele stad door. En daar hoeft niet. Handrem? Nee, heel start eet, wat is dat? Dat is een knopje wat indrukt, zolang ik mijn rem ingedrukt hou. En als ik mijn rem los laat, heb ik 3 seconden de tijd om weg te rijden. Anders rolt hij naar achteren. Want nu meer in loslaten rolt hij niet naar achteren. Makkelijk, hè? Zo wordt het een chauffeur steeds makkelijker gemaakt vandaag de dag. Stil is op de weg op het moment.
over. Daar worst van. Zo'n fijne flitskast. Zonder camera erin. Maar ja, voor hetzelfde geld denk je van nou, het gaat toch wel harder. Er zit er ineens wel een camera in. Dat kan, hè. Is te hoog voor de brug waar wij zo meteen overheen moeten. En dat is, daar kon niet heel veel voor, want deze brug is best wel hoog gebouwd. De Koenekoopbrug die gaat eigenlijk vrijwel altijd wel open als er een redelijke schuit voorbij komt. Die Amaliabrug, die gaat alleen open als het nodig is. En dat zal dan nu nodig zijn. Waarschijnlijk omdat anders de stuurhut de brug zou rammen. Steekt best wel en boven die containers uit van het schip. Dus hebben we toch even pech. Even een paar minuutjes zo meteen stilstaan. Dus we gaan er nu rustig aan naartoe. We gaan hier namelijk Gouda West Den Haag volgen. Als zij willen omzeilen, kan het. Dan kan ik verder doorrijden, de A20 omdraaien en dan afslag voor een Sveen weer pakken op de A20. Maar dan rijd ik toch weer een stukje om. En dan binnen qua tijd denk ik niets. Ik heb het vermoeden dat die brug vrij snel weer gaat zakken. Kijk, de klep staat al omhoog. Rustig aan op aanrijden, dan is mijn stilstandtijd niet echt heel groot. Brug open, motor af. Ja, mijn neus. Dat ding dat zakt zo meteen weer. Als je weet wat het kost om een vrachtwagen te starten. Nou, je ziet net dan zijn radertje er bovenuit komen. Niet eens een stuur het zelf, maar het had inderdaad niet gegaan. Mee.
Als je goed kijkt, dan zie je dat we een beetje heen en weer gaan. Dat is de wind. Dat komt door de wind. En als je denkt van, schudt heel die vrachtwagen nou zo? Nee, het is vooral de cabine, die is namelijk geveerd. En ja, die wind heeft er wel effect op. Mooi, hè? Dus wachten tot die bomen weer open gaan. Dat duurt nog wel eens. Kijk, daar gaan ze al. Het is een onbewaakte brug. Gaat tegenwoordig op afstand. Al bijna op plaats van bestemming, want nou, moest in Waddinxveen zijn, zei ik net al, maar niet in Waddinxveen zelf. We gaan namelijk naar Doelwijk. Doelwijk is Waddinxveens grondgebied, industrieterrein. We zijn net voor de Gouden afgebogen naar rechts eigenlijk, als je het goed bekijkt. Van ons is de Koenekoop. Industriegebied de Koenekoop hoort ook bij Waddinxveen. Wat dat betreft heeft Waddinxveen wel een aardig grondgebiedje zo. Ik schuif hier wel eens een baan op, want ik ben straks naar links. En als er een keer naast me zit, dan wordt het wat lastiger. Dus, onder de A12 door. Om dan vervolgens gelijk rechtsaf af te slaan. Dat is een nieuwe inrit van industriegebied Doelwijk. Alwaar ik dan bijna op plaats van bestemming ben. Recht voor je zie je Doelwijk. Net aan de andere kant van de snelweg. Kijk, in een aantal jaar tijd, ja, toch in niet zo'n hele lange tijd, is het wel aardig groot geworden.
privacyredenen ga ik natuurlijk niet helemaal door tot aan het adres waar ik moet zijn. Ik bedank je voor het kijken. En graag tot een volgende rit. Ik zeg, maak er een mooie dag van. En tot de volgende keer.